is een leuke goocheltruc met een heel raar spel. Dit is namelijk het Chinese kaartspel. Voor het Chinese kaartspel heb ik een spel kaarten en in elke kaart zit een gat. Zie je? Helemaal door en door. En ik heb een stok die ik dus door het spel kaarten heen kan stoppen. Oké, iemand mag een kaart eruit halen. Het maakt mij absoluut niet uit welke. Stel dat hij bijvoorbeeld deze kaart eruit haalt. Dus in dit geval de klaver 4. De klaver 4 gaat ergens terug in het spel. Het maakt niet uit waar. En het spel mag geschud worden. Zo vaak en zoveel je maar wil. En nou komt het mooie. Want als je nou dat stokje in het spel kaarten stopt, je concentreert je op jouw kaart, dan gebeurt er iets wonderbaarlijks. Want één kaart rijst zichzelf. Oh wacht, dat is de verkeerde. Het was de klaver 4, was het niet? Kijk, daar komt hij. De klaver, yes, daar komt hij. Eén kaart stijgt heel langzaam uit het kaartspel omhoog. En geloof het of niet, maar het is de klaver 4. En dat is het Chinese kaartspel. Nog een keer zien? Vooruit. Oh nee, anders duurt het filmpje zo lang.